Na de zware regenval van gisteren liggen veel wijken onder water. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat vanwege een elektriciteitsprobleem de sluizen en de lozingen. Niet op tijd geopend konden worden. De bewindsman zegt dat er een structureel probleem is met de ontwatering van Groot Paramaribo. Ook moet de kwestie van de pompen, de sluizen en de lozingen goed worden aangepakt. Het ministerie van OW heeft plannen klaar om de ontwatering van Groot Paramaribo, Wanica en Saramaca ter hand te nemen. Het is heel simpel. Die goten, die tertiaire goten en secundair zijn gewoon jaren soms niet opgehaald geworden. Zo idiotig door het Saramaca kanaal vlak daar is. Windiwai, dat is een structureel probleem. Dat gaat nooit opgelost kunnen worden als we het niet met een duurzame oplossing doen. En dat project bijvoorbeeld zal hoog op de agenda staan 2021. Het is een laaggelegen gebied. Als je geen pompgemaal bouwt, gaat dat nooit opgelost worden. Dus dat zijn de structurele problemen. Maar laat me de aanleiding geven. We hebben een structureel probleem dat heel veel tertiaire goten, dat zijn de goten die we voor ons huis hebben, in sommige buurten, veel buurten, jarenlang niet opgehaald zijn. De primaire en secundaire kanalen, die hebben we wel vaak gezien. Ik dacht 2019, ergens maart, april, had de overheid dat weer opgehaald. Dus die worden regelmatig opgehaald. De vele kapotte sluizen en pompgemalen langs de Suriname rivier vormen al jaren een structureel probleem, benadrukt de bewindsman. Er zijn pompgemalen die misschien 4 pompen moeten hebben, maar er zit maar een halve die nog werkt, et cetera. Dus dat is het derde ding. Een vierde ding is, we moeten rekening houden dat de neerslagintensiteiten vrij hoog zijn. Paramaribo is extra uitgebreid qua bewoning. Laaggelegen, hooggelegen gebieden, vooral noord. En in feite zijn de pompen, de infrastructuur niet volledig daarop afgestemd. Dus het is een structureel probleem. En als je hoogwater in de rivier hebt, dan blijft het zo. Dus wij hebben, als je nog kan herinneren, in ik denk november ergens, oktober, heb ik in het parlement en ook voor het publiek bekendgemaakt dat 2021 voor het ministerie van Openbare Werken het jaar wordt van verkeersveiligheid en ontwatering. Ik heb niet gezegd het jaar van bruggen en wegenbouw. Ik heb duidelijk gezegd verkeersveiligheid en ontwatering. Daarmee wil ik zeggen dat de regering en het ministerie van Openbare Werken duurzaam gaan proberen het probleem van ontwatering aan te pakken. Niet alleen Paramaribo, komen wij nu even ook landelijk. Dat was minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. We spraken hem naar aanleiding van de vele gebieden die na zware regenval van gisteren onder water kwamen te liggen. De bewindsman zegt dat dit jaar de verkeersveiligheid en de ontwatering hoog op de agenda staan van het ministerie.